Dat herken ik ook een beetje aan je, Wouter, dat je af en toe in de moeilijke woorden kiest. Dat je eloquent wil zijn of eloquent doet. En ik denk dat het soms voor leerlingen gewoon wat prettiger is als je gewoon Nederlands praat. Dat vind ik, hè. Deze kan ik schrappen, want dat komt hierin terug. Ik vroeg me hard op af, doet iedereen mee in de les? Ben je actief bezig met hoe je ze bij de les houdt? En heeft dat beurten geven en dat lopen door de klas, heeft dat ermee te maken? Dat is een vraag. Waar heeft dat mee te maken? Met of je wil dat iedereen meedoet. Ja. Dat beurt te geven. En het geeft me de mogelijkheid om dichtbij een leerling te komen. Het lopen of het beurt te geven? Allebei. Maar ook met lopen, dat geeft mij de gelegenheid om heel dichtbij een leerling te komen. En ook echt te zien wat hij uitvoert en in zijn handen heeft. Er zit ook wel een klein beetje een indrukmakend ding achter. Ik bedoel, zij zitten, ik sta. Dus het kan soms ook eventjes zo dat ze gewoon echt hun mond ineens gaan houden. Ja. Want de Fatima en de Sumia en de CM, het laatste rijtje heeft dat nogal eens nodig. Dus dat heeft het ook. Maar het heeft ook de functie dat als ik een beurt kan geven, ik volg ze. Bewust. Bewust gekozen om een beurt te geven. Heel bewust. En ik neem ook bewust afstand als ik ze een beurt geef. Ik geef ze een beurt, dan loop ik meteen weg. Ja, dat heb ik ook geleerd. En dat is een typisch iets geleerd shit. En dat van dan gaan ze harder praten. En wat me daarbij opviel, een beetje een semi-antwoord van mijn kant uit van doet iedereen mee, dat ze antwoord hebben. Dus ze geeft beurt en ze hebben antwoord. Ja. Dus blijkbaar, ze doen dus mee. Ze hebben wel te melden, ja. Even kijken, ik werd gek van die zoom, maar dat was de jackplug die in de pc zat, dan gaat hij zoomen. Ja. Zo zou je op kunnen letten. En dan zat ook de hele les door, zat er een magneetje midden op het bord. Dat zie ik dan. Ik dan alles weg. Ja, dat heeft gezien. We zaten inderdaad op relax iets, maar wil je dat, heb je daar een oplossing voor? Of is dat altijd zo? Ja, dat is de eerste keer. Hoe zitten ze normaal dan? Op stoelen, maar dit lokaal is altijd een beetje overbevolkt ofzo. Maar elke week zitten ze in dit lokaal. Meen je eens, ja, normaal zitten ze volgens mij op een stoel. Maar Finn is bijvoorbeeld weer terug van ziekte, dus er is één iemand extra bij. En vorige week zat de klas ook al vol en ze gingen ze zelfs op de tafel. Ja. En heb ik een aantal keer moeten van, het is altijd een beetje behelpen met ruimte en materiaal in dit lokaal. Ja. Maar laat ik wel. Ik moet alleen meer ervoor zitten, maar ja, het liefst weer gewoon dat er 30 stoelen staan, dan redden ze zichzelf wel. Ik zat in dat staan. En het liefst heb ik niet dat ze op relax iets gezet. Ja. Dus dat is niet iets. Hoe kan ik dat de volgende keer dan voorkomen? Kijk, ik zit te denken, het liefste zou ik gewoon eerst zelf in het lokaal willen komen. Dus dat het lokaal leeg is en dat ik daarin kom, even wat dingen klaar kan zetten. Maar dat kan dus niet, want het is een aangesloten les en ik geef daarvoor ook alweer les. Ja. Nou, je kan ze aanleren om niet het lokaal in te lopen voordat jij zegt dat het mag. Ze zitten er al. Oh. Maar ik kom letterlijk hun lokaal in eigenlijk, dat is wat er gebeurt. Oh, dat zag ik, ja. Maar wie heeft er daarvoor les dan? Hester. Hallo. Hey. Ander gezien? Nee. Ja, maar vandaag. Maar niet hier. Maar goede vraag, hoe kun je het oplossen? Nou, ja. Ik denk dat ik daar toch meer op ga hameren dan. Gewoon het belang van dat ze gewoon dit niet zo moeten gaan zitten. Even met Hester overleggen, want hij heeft dezelfde klas, dus ja. Is het ook. Ja, dat is een goede. Of heeft ze iets minder leerlingen? Zou kunnen, hè? Wiskunde. Zou kunnen er een paar bij komen, ja. Ik ga wel even met overleggen. Klinkt een beetje hak op de tak, hè, maar ik doe het gewoon logisch. Ik vind het prima, hoor. Je had een filmpje, en dat was ook bij het laatste filmpje. Ik vroeg me af, wat is nou het doel van het filmpje? En het eerste filmpje was die van die man die cursus geeft. Ja, je staat toch gewoon het filmpje, maar je gaf niet echt aan wat voor mijn gevoel wat de leerlingen. Nou, wat ik daarna zei van dit is dus wat meekomt met een multiculturele samenleving, dat er een inburgeringstest. Dat is ook echt zo. Deze opnemen? Ja, ik denk het wel. Die gaat misschien over woning. Vind je het goed? Ja. Wat is nou het doel met die filmpjes? Het doel van is het niet duidelijker geweest als je het, gewoon had gezegd van nou. Kijk, het doel van het filmpje 1 was ook een klein beetje gewoon de aandacht pakken, onnuchteren, ja, chill. Ja, ik vind dat leuk. Ze vonden het superleuk. Dus ik wilde ze ook even wat luchters voorschoten. Ja? Het tweede filmpje had heel sterk de insteek om bij te sluiten bij het onderwerp en een totaaloverzicht te geven. Maar ook om een keer de termen te laten vallen, integratie. Discriminatie, gewoon de terminologie een klein beetje. Heb je dat tegen hem gezegd? Nee, niet gezegd, nee. Waarom niet? Omdat het einde van de les was. Nee, de film, je moet het toch van tevoren zeggen? Nee, ik zat iets te strak in de plan. Ja. Ik had nog een kwartier te gaan, ik wist dat niet een kwartier zou duren.
Ja. Ik weet dat het een ongeduldig klasje is. Ik was al blij dat ik hem op de 11:30 aanklikte. Maar akkoord, goeie. Ik ga er de volgende les op terugkomen. Heb je tips om dat beter aan te pakken? Ik denk altijd, alles wat je doet moet een doel hebben. Mm-hmm. Met het hoofd. Ik hoor je horen zeggen wat je van mij kan verwachten. Ja. Maar wat verwacht je van hun, Wouter? Wat moeten hun doen? Hun les. Ja, hun moeten die toets goed maken. Ja, oké. Wat moeten ze dan nu deze 60 minuten moeten ze gaan doen? Veel pennen. Veel pennen. Heel veel opschrijven. Heel vaak heel duidelijk gezegd. Ja, sowieso aan het begin. Pak je notitiemateriaal erbij. Je gaat veel schrijven. Deze. In het begin was het nog een beetje onrustig, omdat de techniek het een beetje af liet weten. Ja, mees. Ja. Nou ja, kijk, wat ik van hen verwacht in zo'n les. Heb ik dat niet duidelijk, heb ik dat weinig gezegd? Dat zou kunnen, hoor. Ja, kijk, het is vier hagel. Voor mij is het nooit duidelijk genoeg. Nee, je moet dat... Het blijven pubers. Ze zijn 15 of 16. Ja, opstandig. Ze zijn met alles bezig, behalve... School is kut. Ja. Nou, niet van allemaal. Maar het is gewoon voor hun heel lastig om daar... Als je 10 keer gezegd hebt, en je ziet ze gewoon nog steeds niet pennen, dan moet je het gewoon nog maar een keer zeggen. Ja, dat is een goeie. Ja. Dat is mijn houding. Daar ga ik vaker op hameren, inderdaad. Dat is een goeie, inderdaad. Ja, als je dat belangt. Ja? Die staat ook... Ze luisteren als inhoudelijk. Omdat je vroeg van... Beklijf je het overzicht? Is het duidelijk voor de leerling? Ja, dat kun je altijd kijken. Er zijn andere signalen waar ik van denk van ja, het is voor hun duidelijk. Ze doen mee. Ze hebben een antwoord als je ze een beurt hebt gegeven. En nou, die meisjes waren ook af en toe door je heen aan het letsen. Maar het ging wel over waar je mee bezig was. Volgens mij ook wel. Die hebben vragen. Of de Fatima. Fatima is achterin. Ja. Achterin. Dus ja, je kan zeggen van ja, ze kletsen door me heen. Maar ze waren wel met het onderwerp bezig. Dat is het enige wat ik kan zeggen, hè? Dat is echt een observatie. Ja. Nee, rustig, maar je hebt eigenlijk al aangegeven dat je dat niet zo was. Dat je veel aan je hoofd had. Kijk, dat vinden ze interessant. Wat zijn de regels ook niet zo interessant. Dat heb je al gezegd, maar goed. Het zijn van die kleine dingetjes. Iemand zit er met een blikje te spelen. Nou, dat vind ik echt waardeloos irritant. Ja, wie was dat dan? Een meisje naast mij. Oh ja. CM. Even kijken. Er zijn ook stille leerlingen natuurlijk in de klas die niet zo opvallen. Krijgen die ook voldoende? Worden die ook voldoende betrokken op jouw gevoel? Ik geef wel beurten. Ja. Dat doe ik niet zonder dat ze de vinger op moeten steken. Dus ik probeer daarin wel. Maar het zijn niet de leerlingen die je vinger opsteken, zeg maar. Nee, want maar ik geef ze ook zeg maar beurten zonder dat ze de vinger op moeten steken. Dus, ik probeer daar wel wat mee te sturen. En ik probeer oprecht in mijn oogcontact wel altijd heel. Divers en variërend te zijn. Oké. Ik zal nog een aantal dingen op mijn manier. Dan sla ik wat dingen over. Maar denk je dat de leerlingen kunnen zijn die zeg maar het gevoel hebben dat ze gewoon niet gezien worden in mijn les? Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Het is gewoon even een open opmerking. Zonder dat ik daar iets van vind of zo. Ik vind het beurtgeven heel goed. Maar wat ik ergens anders ook zeg, je hebt een uur lang echt gevuld. Jij bent heel hard aan het werk, maar ik denk dat je de leerlingen wel harder aan het werk moet zetten. Ze zijn vrij, hè, ondanks dat het echt het grootste deel van de les, dat het gewoon echt rustig was, dat ze aan het luisteren waren, dat ze meededen. Ze waren echt stil als er ander aan het woord was, ze waren stil als je de films liet zien. Ja. Dus ik denk dat het een hartstikke goede les voor een vierjaar, hè? Een vrij onrustige klas. Ja. Maar ik denk eigenlijk van, nou, als je echt heel erg kritisch zou zijn, of misschien zelfs een beetje zwart-wit zou denken, denk ik van, nou, hebben ze echt hard genoeg gewerkt? Ja, het wordt ze wel makkelijk gemaakt. Ze worden bijna vermaakt of zo. Ja. Ja, maar dat vind ik ook wel. Jij bent daar heel hard mee aan het werk. Ja. En je zegt zelf van, daar word ik heel moe van. Dus ik denk van, ja. Ah, het kost veel energie. Ik haal er ook heel veel energie uit. Precies is wat je een flip in de classroom kan doen. Dat je dit gewoon als huiswerk opgeeft. Van, bekijk deze presentatie. Want je doet die pressie en je zet jezelf rechts onderin met je webcam. Hè? Je weet hoe dat moet. Ja. Dus misschien weet je dat niet, maar ik ga het ook uitproberen. En dan in les ga je gewoon opdrachten activeren in de werkvorm. Omdat ze gewoon hun koppen allemaal moeten gebruiken. Maar dat zat hier, hè? Je geeft college, wil je niet wat meer interactie? Ja. En hoe ga je, en wat ik me afvraag. Ik weet natuurlijk niet, dit gaat over immigratie. Ik neem aan dat je ook over emigratie gaat praten en dat het een les in een serie is. Ja. Ik weet natuurlijk niet, wat in het thema staat ook. Dan hoe ga je dus na de les aan de slag met ze? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik hoop dat zij het wel weten. Ja, ze hebben deze les voor het eerst geen CO gekregen. Wat is dat? Complexe opdracht, dus een verwerkingsopdracht. Maar... Akkoord. Ik vind het wel een goede feedback, want
dit is wel een klein beetje waar ik zeg maar gewoon over nadenk hoe daar vorm aan te geven. Ja. Want enerzijds zeg maar ben ik ontzettend, ik ben een heel groot liefhebber van het geven van heel veel informatie. Ja, maar als je het helemaal anders zou doen, dan is het echt een voorbeeld van flippen in de classroom en hun aan het werk in de les. Ja, ja. En natuurlijk ligt voor jou denk ik de in between. Ergens in het midden. Ja, mee eens. En voor mij meer niet in het midden, want ik ben iemand die juist zoveel mogelijk dingen wil doen. Ja? Ja, ik hou echt niet van. En dan uur lesgeven, dan vind ik dat dood. Nee, zo doet iedereen het anders. Even kijken, jongen was wel even met zijn telefoon bezig, maar die heb je later nog aan zijn shit getrokken. Luc, ja. Ja, bizar. Sta je, vind je het goed dat ze elkaar corrigeren? Wat zei? Vind je het goed dat ze elkaar corrigeren? In welke situatie? Oh ja, vind ik wel mooi. Ze spreken mooi elkaars taal. Dus dat is, dat, en dat is lomp, zeg maar. Weet je, lomp en direct en sneren, dat heb ik pure vrede. Twee inhoudelijke dingen. Dit heb ik al gezegd, wat moet ik tijdens de film doen? Hè? Wat is nou echt, wat is nou het doel van die film? Ik vroeg me ook af uit welk jaar het komt, want Ebert van der Laan is natuurlijk burgemeester van Amsterdam. Ja, gedateerd film. En wat is nou de lesopbrengst? Wat geef je mee? Daar had je eigenlijk geen tijd voor. Ja, dat is, het was een volle les en je begon net iets te laat. Ja, maar blijf, kijk, ik hoop dat je dat eruit hebt gehaald. Kijk, zeg maar, ik ben dus benieuwd of ze dat, zeg maar, of dat bij ze binnenkomt. Maar mijn het is doel... een heel inhoudelijke les, ja. Absoluut. Maar ze moeten natuurlijk... Om het te verwerken is het altijd belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Het is inhoud en daarna toepassing. En dat moet je in opdracht. Klopt, het is een bus. Ja. Kijk, en wat mijn doel zeg maar, met deze les is dat ze op een bepaalde manier, dat ze op een bepaalde manier leren denken. Zeg maar. Dus zij moeten verbanden gaan zien. Zeg maar. Ja. Dat vind ik boeiend. Hoe ga je dit dan toepassen dan, deze inhoud? Wat ik tot nu toe heb gedaan is... Ik opdracht of ga je nog een les